Dames en heren, het aantal verkeersdoden op onze Belgische wegen is veel te hoog. In 2019, voor de coronacrisis, steeg dat aantal zelfs opnieuw naar 644 uh, dodelijke slachtoffers. En we doen het daarmee veel slechter dan onze buurlanden. Chaque personne tuée sur la route en est une de trop. Chaque blessé est un blessé de trop. La sécurité routière concerne chacune et chacun d'entre nous. Il est donc de notre devoir de rendre nos routes plus sûres. Het federaal actieplan voor de verkeersveiligheid omvat de acties die we hiervoor willen nemen samen met de collega's van mobiliteit en binnenlandse zaken. Vanuit justitie willen we het aantal verkeersongevallen terugdringen door de pakkans te verhogen en recidieven aan te pakken. Parce que nous voyons que cela fonctionne. Les radars tronçons de moitié, de 56% le nombre d'accidents mortels. C'est pourquoi nous allons activer radar radars activeren. supplémentaires. Actuellement, 72 de radars -son sont actief. 36 autres zullen ajoutés dans les mois à venir. Tegelijkertijd gaan we de tolerantiemarges en de quota voor snelheidsovertredingen systematisch afbouwen. Flitscameras en trekcontroles moeten 24 op 24, 7 op 7 actief zijn, zodat we de pakkans voor hardrijders fors verhogen. Pour arriver à traiter le nombre accru de dossiers, nous recrutons 45 collaborateurs au niveau des parquets et 30 collaborateurs dans les cours et les tribunaux aussi afin de soutenir les parquets de police dans le traitement des amendes nous créons un parquet national pour la sécurité routière grâce à la centralisation du traitement administratif des amendes routières les parquets pourront se concentrer sur le traitement des infractions les plus graves het is duidelijk justitie neemt verkeersveiligheid zeer ernstig we gaan achter hardrijders aan omdat we absoluut het aantal verkeersdoden op onze wegen willen terugdringen en zo onze wegen veilig willen maken.